Ja, welkom terug bij Bright TV. We gaan meteen door met de Aerodrum. Die bestaat dus echt. En er komt echt een waanzinnig goed geluid uit. Kijk maar en luister maar. Hilversum, Bram de Wijs woont hier en hij is een vlogger en hij heeft een Aerodrumstel. Dag Bram. Hey, hallo. We gaan even de Aerodrums van hem uitpakken. Hij weet dus al een beetje hoe het werkt. Dit is eigenlijk alles. Dus het is echt alleen maar een doosje. Dit is dus nou ja, zo'n piepschuimbal die reflecteert door dat licht. En daar geldt hetzelfde voor bij de voetpedalen. Het zijn ook gewoon reflectoren. Het licht schijnt erop, de camera registreert het en zo werkt dus het drumstel. Op het scherm zie je hier de stokken zie je al een beetje zweven. En daarmee gaat dus het drummen beginnen. Mag ik? Ja, je mag. Alsjeblieft. Kan je eigenlijk drummen? Nou, mijn drumleraar vond van niet. Oké, dan gaat hij hoor. Ja. Ligt aan het systeem, hè? Dit is zeker aan het systeem, ja. Voor een gimmick is het wel grappig. Ja, voor een gimmick werkt het best wel goed. Nou, ik ben wel klaar voor het echte werk. En dan niet door mij, maar door iemand die er wel echt verstand van heeft. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Het is hartstikke leuk speelgoed. Speelgoed, dat is het. Het is gewoon niet serieus om voor het publiek te spelen of zo. Vooral voor kinderen, denk ik. Die zullen zich daar best mee vermaken. Ben jij zelf eigenlijk van het luchtdrummen, of niet? Nee. Ja, dat zijn ook geen drummers hoor, volgens mij. Dat zijn gewoon neurozen. Oh, mijn man zit altijd te trommelen. Ik geef hem een drumles cadeau. Ja, je kan je beter naar een instituut sturen, volgens mij. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk de hele rit wel hier naartoe heb lopen trommelen op mijn dashboard. Volgens mij kun je je hersens beter bij je auto rijden houden dan. Dan heb ik nog één verrassing eigenlijk voor je, Cesar. Toch sneller dan het machine. Ja, alle video's, gave video's, streams, keynote speeches van de SES vind je terug op etlz.nl en uiteraard bij Bright.nl. Speaking of, hier is Mirjam met de best of Bright.nl. Er is de laatste jaren vrij weinig spectaculairs veranderd op het gebied van de Flyers Experience in VIP-vliegtuigen. Nou, dat viel het bedrijf de Windspeed Experiences ook op en die kwamen met flydecks. Dan zit je in een glazen koepel helemaal boven in het vliegtuig. On top of the world. De Odo jeans. Heel veel mensen die wassen hun jeans nooit. He, die zweren echt daarbij. Ik vind het zelf persoonlijk wel lekker om af en toe mijn spijkerbroek wel in de wasmachine te gooien. Maar ja, als je het niet doet, bespaar je daarmee wel water. En dat heeft dit Kickstarter project waarschijnlijk ook gedacht. Die kwamen met de Odo jeans. Here's our guarantee. If you can make these jeans stink in a year without a wash, we'll send you a new pair. No questions asked. So please back us and share our video and let's save water fashionably.
Hoverboards waren in 2015 al helemaal hot. Nou, in 2016 ook. Het volgende exemplaar heet ook hoverboard. Dat is ook echt zijn naam. Maar het is eigenlijk een gyroscopisch skateboard dat eruit ziet als een hoverboard. Hij is wel vet. Klein puntje bij dit bedrijf. Zij stonden namelijk op de SES, maar er is een politieinval geweest. Want wat bleek nou? Deze hoverboards waren Fugazi, namaak. Dus ze konden hun biezen pakken, dit Chinese bedrijf. Bammer. Ja, ook Daniel was in Las Vegas. En hoewel de SES dé technologiebeurs is, waande hij zich soms in de middeleeuwen. Als je journalist op de CES bent, dan wil je natuurlijk heel snel internet. Ja, anders kun je al die stukjes niet maken, kun je al die video's niet uploaden. En al die journalisten hier achter mij, die willen dat ook heel graag. En wat denk je dan? Dan heb je goed internet, toch? Helaas niet. De CES heeft namelijk helemaal geen internet. Dat is een beetje gek, want als je op de beurs bent, kun je dus gewoon wel met een wifi-netwerk verbinden, maar dan moet je heel veel geld betalen. Echt serieus, voor ongeveer een half uur internet betaal je gewoon $15. En dan heb je echt heel slecht internet ook nog maar eens. Om toch internet te hebben, gaan de meeste journalisten van boot naar boot. Bijvoorbeeld van Samsung en LG. En daar halen ze dan eventjes snel een e-mail op en dan gaan ze naar de volgende toe. Maar ik heb een hele goede boot gevonden. Helemaal achterin hier op de CS staat namelijk de boot van Netflix. En daar mag je alleen in als je een afspraak hebt met Netflix. Die had ik toevallig. En het is misschien wel het beste wat met deze CS is overkomen. Ik moet een beetje stil praten, want het is een beetje rustig hier. Maar hier binnen bij Netflix heb je wel hele goede wifi. Kan ik eindelijk een beetje aan mijn stukken werken. En gewoon nog een beetje browsen. Zonder dat ik ellendig lang op een plaatje moet wachten. Ik ben heel blij. En Marijn gaat zo in Las Vegas op bezoek bij een wel heel bijzondere drone. Een enorme drone waar je als mens in kan zitten. Je hoeft niet zelf te kunnen vliegen, want dat doet die helikopter voor jou. Je stapt dus echt in als passagier. Ik ben wel heel benieuwd. Daarnaast ging hij ook langs bij Samsung, want die hebben een hele nieuwe bijzondere koelkast gepresenteerd met bam, zo'n scherm. Kun je op internet, tv kijken, boodschappen achterlaten voor andere mensen in het huishouden. Ja, ik moet bekennen, het is een beetje een lachertje eigenlijk geweest in de techsector al jarenlang. De internetkoelkast, want wie zat daar nou op te wachten? Maar nou, ik moet bekennen, ik vraag me nu ook af, waarom heeft mijn koelkast geen scherm? Zou de slimme koelkast nu eindelijk zijn intrede gaan doen in het huishouden? Samsung denkt dat het gaat lukken met de Family Hub koelkast. Te herkennen aan de enorme tablet in de deur. What we have is a 21.5-inch touchscreen that's connected. We have a suite of apps available that are really centered around three main focuses: family connections, food management, and entertainment. All right. So what can I practically do with it? So let's start with the first one, family connections. All right. We have an app called Sticky where we allow your family to sync up their schedules with Gmail, Outlook, Outlook Express. You can also send memos from your phone to the fridge. So if you want to tell your son to take out the trash, you can send a memo and he can see it right there on the screen. So instead of a blackboard or post-its. Exactly. That's where this idea kind of came from. As we moved away from magnetic refrigerators, we wanted to provide essentially digital magnets. So you can actually connect it to your Samsung compatible TV and watch the image on your screen, change the channel and even turn up the volume. Behalve zo'n enorm groot scherm heeft deze koelkast ook drie camera's die iedere keer als de deur dicht gaat een foto nemen van wat er allemaal in zit. Zodat je bijvoorbeeld als je in de supermarkt bent op je telefoon kan checken of je even wat melk moet kopen nog, of dat er nog een half kannetje in je koelkast staat. Nieuwe toffe drones te zien op de CES. Maar een drone zoals deze, ja, die heb je nog nooit gezien, want dit wordt waarschijnlijk de eerste commercieel verkrijgbare drone waarmee je mensen kunt vervoeren. De Yihang 184, een Chinese drone en hij heet 184 omdat er één passagier in kan. Er zijn 8 propellers aan 4 armen. Ja, leuk bedacht door de Chinezen. Ja, toch? Thank you.
Dit ding heeft een actieradius van 23 minuten of 16 kilometer en kan daarbij een topsnelheid bereiken van maximaal 100 km per uur. En hij zou heel simpel te bedienen moeten zijn. Je voert op de tablet je bestemming in, je drukt op start, hij stijgt op naar 500 meter hoogte en hij vliegt naar je bestemming waar je vervolgens zelf op landen drukt. That's it. Maar de vraag is natuurlijk, is dit nog wel een drone of is dit een helikopter? Zou je een vliegbuffet moeten halen om in dit ding te mogen vliegen? En als dat niet zo is, mag je er dan überhaupt mee vliegen? Want de regelgeving rondom drones, ja, die is tamelijk ingewikkeld en in Nederland nogal strikt. Maar desalniettemin, als dit de toekomst is van vervoer, kom maar op. De helikopter. Ja, nice. En die koelkast van Samsung. Ja. Die wil je, ja, wel, hè? Je kan natuurlijk, er is ook wel een soort poor man's oplossing, hè? Ja. Je pakt gewoon een oude iPad en die magneetje plak je op je koelkast. Ja, thuisoplossing. Leuke lifehack. Ja, zeker. Maar Marijn heeft vast een hele mooie week gehad daar bij de CES. Ja, en we gaan hier eigenlijk het hele komende half jaar nog wel van nagenieten. Want er gaan producten verschijnen, gaan zeker we ze reviewen, uitpakken enzovoort. Volg dus Bright TV, bright.nl en check onze apps. En dan zien we je volgende week. Volgende week. Bye. Doei.